ja, laten we dan in godsnaam het leger inzetten om even te helpen en vervang dat bestuur. En dan gaan we het wel goed doen. Frustraties bij passagiers, urenlange wachttijden en zelfs knokpartijen. Op Schiphol is het leed niet te overzien en het lukt maar niet om alle passagiers op tijd in het vliegtuig te krijgen. En de problemen die lijken voorlopig ook nog niet opgelost. Het is de vraag of het kabinet niet meer moet doen. Dus wil je echt tot oplossingen komen, dan moet je een hoger loon bieden. Dan moet je een oplossing bieden voor de toekomst. Meer opleidingen, beter mensen aantrekken, die flexibiliteit eruit, mensen zekerheid en vastigheid bieden. Dat is wat ze verdienen. En het feit dat dat in de laatste jaren niet goed genoeg is gedaan, is de reden dat we nu in deze situatie zitten. Dat zie je natuurlijk dat op dit moment onder andere door de FNV wordt aangevoerd. Zij kondigen alweer nieuwe acties aan voor de komende zomer. Om echt die druk op te voeren, ook op het kabinet, ook op Schiphol zelf, om juist de tarieven omhoog te brengen en daardoor het personeel beter te behandelen. Als de Nederlandse overheid voor 70% aandeelhouder is van Schiphol, wat brengt dat dan voor verantwoordelijkheden met zich mee? U heeft ook al ervaring in het bedrijfsleven. Wat kun je dan doen als aandeelhouder om het te verbeteren? Nou, de aandeelhouders die benoemen het bestuur. En het bestuur faalt, dus de aandeelhouders kunnen dan een aandeelhoudersvergadering bij elkaar roepen. En dan zet je dat bestuur af en dan ga je daar mensen neerzetten die wel weten wat ze aan het doen zijn. U vindt dat dat moet gebeuren? Nou, natuurlijk. Als er echt gefaald wordt in het bedrijfsleven, ga je horizontaal pand uit, wegwezen, word je ontslagen, geen bonus. Personeel is een van de oorzaken. Wat je ook ziet, is dat we hebben ook regionale vliegvelden in Nederland. Die zouden we ook meer kunnen gebruiken voor vakantievluchten. Dat zou ook helpen. Dat snap ik niet helemaal, want dan heb je toch juist nog meer personeel nodig? Nou, bijvoorbeeld Eelde Vliegveld heeft aangegeven met het personeel wat ze nu hebben, zo'n 3000 vluchten te kunnen overnemen in de zomervakantie. Nou, dat kan echt helpen om de piekbelasting bij Schiphol weg te halen. Het Koerenhuis was er ook weer? Of? Die heeft wel gezegd dat hij wil dat er meer luchthavens open gaan om de spreiding te garanderen. Alleen personeel is, dus ik weet niet of het dan lukt als je meer luchthavens gaat openen, of dat helpt met de hoeveelheid mensen die met de bagage kunnen helpen. Ja. Ik denk alleen dat dezelfde mensen nog verder moeten reizen. Maar goed, het is natuurlijk niet fraai voor het imago van Schiphol, niet voor de reizigers, niet. Ja, dit is Nederland natuurlijk, is onze nationale luchthaven, dus je staat er bekaaid op.